Volgens mij zijn we live. Een hele goede avond namens Athletes Sports World. Dankjewel dat ik jullie Instagram-account mag overnemen namens Hoka One One. Ik ben Jerry Kenbeek en ik ben de tech rep van de Benelux. En ga jullie een kleine 45 minuten, misschien iets langer, misschien iets korter, ga ik jullie wat vertellen over Hoka. Ik heb een aantal vragen al binnengekregen, die ga ik, as we speak, ik zal even... Nee, we zitten natuurlijk in een beetje in een lockdown, dus betekent dat we een home office hebben. En we zitten niet op een of andere fancy berg of bij een Ironman evenement, maar we zitten gewoon lekker bij mij in de huiskamer. En dus ik zal even de vragen die ik in ieder geval van tevoren heb gekregen ook even openen. En dan gaan we eens even kijken wat we daarmee gaan doen. Even korte geschiedenis. Nou ja, Hoka, voor degenen die het nog niet kennen en die nog niet met het merk bekend zijn. We praten ondertussen 12 jaar is het al bijna. Ontstaan in de bergen, omarmd door de ultrarunners. Bijna niet meer weg te denken bij de triatleten. Zeker met de verbintenis die we aan zijn gegaan met Ironman. En daarnaast nog een heel groot potentieel waar we langzaam maar zeker de markt wil ik niet overnemen, maar in ieder geval waar we aan het knabbelen zijn aan andere merken en bij de weglopers flink bezig zijn. De collectie is ook inderdaad daaromtrent in de afgelopen 12 jaar best wel wat veranderd. Ik heb in ieder geval één vraag gekregen en dat was de vraag van wat betekent nou eigenlijk Hoka? Want sommigen zeggen Hoka One One en sommigen zeggen alleen maar Hoka. Origineel is het Hoka One One en betekent eigenlijk to soar of fly. Gaat kijken die we daar op een gegeven moment hadden. Die heb ik hier naast me liggen. En dan praat je over deze schoen. Dit is de eerste Mafate. En inderdaad de kenmerken inderdaad door de dikke zool die je herkent. Het is een trailschoen inderdaad. Ook al zijn de tandjes nog niet enorm groot, maar het is een trailschoen. Dit was eigenlijk de eerste productieschoen die Hoka had, de Mafate. Kijk je nu naar de Mafate bijvoorbeeld als trailschoen, dan heb je daar echt een compleet andere schoen. Hij ligt in mijn auto, maar je kan hem ook inderdaad opzoeken op de site. Dat is zeg maar een beetje in het begin. Uiteindelijk is het overgenomen door een grote firma in Amerika, Deckers Brands. En daar valt onder andere Teva, sandalen vallen eronder, UGG. En dan zijn we tegenwoordig aan de beurs genoteerd. In Europa hebben we een aantal eigen landen die Hoka doet. Dat is Engeland, Frankrijk, de Benelux en Duitsland. En de rest zijn distributeurslanden. Dan waren er nog een aantal vragen en dergelijke. En die ga ik even langzaam maar zeker beantwoorden. En dan ga ik eens even de computer kleiner maken en de mail openen. En daar was hier
De eerste vraag. Ik weet niet van wie de vragen zijn gekomen. Dus ik zal ondertussen een beetje af en toe mijn camera verschuiven. We have received the following questions. Kan ook in het Engels inderdaad. Dus hoe heet het, als er vragen zijn in het Engels, tussendoor ook. Ik probeer zoveel mogelijk te kunnen beantwoorden. Als ik dat niet ga redden nu, in deze 45 minuten, dan zal ik dat achteraf zeker nog doen. En met jullie delen in samenwerking met Athletes Sports World. De eerste vraag die gek genoeg bovenaan staat inderdaad is, wat is jouw favoriete kleurpatroon van de Hoka One One Shoe? Als ik heel eerlijk ben, is dat het standaard blauw, geel en wit. Dat zijn de basis, de kleuren waarmee het echt een beetje gestart is. En als die kleurencombinatie in een schoen zitten, dan ben ik eigenlijk happy. Maar maakt in principe de kleur van de schoen niet zoveel uit. Ik vind een sok vind ik belangrijker dan de schoen. Dus meestal kies ik eerst de sok en dan de schoen. Maar het ligt aan dan de wedstrijd die ik of zo moet lopen of de training. Dus kleurenpatronen, het is veranderend en het wordt moderner. Dus in de afgelopen 12 jaar is de ontwikkeling enorm gegaan. En het eind is zeker nog niet in zicht als het gaat om Hoka. Ik kijk dus een beetje naar de zijkant om dan de vraag te beantwoorden. Een aantal specifieke, wat is de meest speciale feature aan een Hoka One One schoen? En daar kan ik eigenlijk, er is niet één speciale feature. Er zijn er een paar. En ik heb ook een aantal schoenen hier naast mij liggen, dus die zal ik zo meteen in beeld laten zien ook. Eigenlijk het meest gangbare model binnen Hoka is de Clifton. Ondertussen zitten we in de 6e editie, de 7e editie komt eraan. De kenmerken, we werken met een lage heel drop. Dat betekent dat we de 9 van de 10 schoenen hebben een heel drop van 5. Daarnaast hebben we een midfoot rocker in de zool. De zool zit een beetje een ronding in als je goed kijkt. Als ik het goed kan houden zo. Er zit een ronding in. Dat betekent dat een Hoka schoen, de basis van een Hoka schoen is de midfoot. Landje op de hak, landje op de voorvoet, is dat geen probleem. Hij zorgt in alle gevallen voor een goede afwikkeling. Daarnaast zit je bij een Hoka schoen niet op de zool, maar je zit een beetje in de zool. Het is een soort kuip effectje waar je in zit. Dat kan ik laten zien door de zool er even uit te halen. En dan krijg je inderdaad dit effect. Je zit in een kuipje. En dat is bij elke Hoka schoen zo. Bij de een wat meer dan bij de ander. En de rocker, de midfoot rocker die wij hebben, die is ook bij de ene schoen wat meer aanwezig dan bij de ander. Dus lagere heel drop. In combinatie met het foam wat wij gebruiken, kunnen wij inderdaad die heel drop ook laag houden. En zorgt dat ook voor een hele smooth landing. Echt een hele zachte, comfortabele landing. Daarnaast is de basis waar je op staat bij een Hoka schoen, als je zo gaat kijken, al breder dan bij een normale schoen. Dat betekent inderdaad, bij veel schoenen wordt er geknepen. Tegenwoordig iets minder, maar voorheen werd er zeker geknepen. De basis van een Hoka schoen is altijd dat je gewoon op een stabiele. Dat zorgt er ook voor dat je een hoge torsiestijfheid hebt. Dus je schoen wil eigenlijk alleen maar mooi afwikkelen. Dus dat zijn een beetje de kenmerken, de basiskenmerken van een Hoka schoen. Dus lage heel drop. Bucket seat, zoals wij dat in het Engels noemen, inderdaad de midfoot rocker die we erin hebben en een bredere basis waar we op staan. Dan hebben we, want de vraag, dus het zijn een aantal features inderdaad die gewoon aanwezig zijn. Nou, zijn die features bij de ene schoen wat meer aanwezig dan bij de andere? Dat betekent inderdaad bijvoorbeeld, als we een race schoen, een wat meer race georiënteerde schoen pakken, dan krijgen we de Carbon Rocket, waarbij je de rocker heel erg aanwezig ziet. Hè. Hij loopt mooi rond. De basis is ietsje smaller, maar dat is ook een meer wedstrijd georiënteerde schoen. Hij is smaller gesneden. Ja, en deze schoen heeft bijvoorbeeld maar 1 mm drop. Dus je zit nog lager bij de grond. Maar er zit nog genoeg demping achterin om het uiteindelijk nog comfortabel te maken. Maar hij sluit gewoon goed aan.
Als er tussendoor nog vragen zijn, inderdaad, dan probeer ik de comments te lezen. Dus ik heb helaas niet mijn assistenten meegenomen. Om een vraag te beantwoorden. Wat heeft ervoor gezorgd dat dat Hoka jouw favoriete merk is geworden? Dat heeft er eigenlijk mee te maken gehad dat ik... vroeger was ik wat zwaarder en deed wat meer aan een hele andere sport. En dat was meer kracht georiënteerd. Uithouding en kracht in een bootje met een paddle. Dat betekent dat ik nog wel het gewicht... Maar daarnaast liep ik altijd heel veel. En ik merkte uiteindelijk met... ik was een verwend Essex-loper. Ik heb ondertussen de Kayano 4, we zitten ondertussen bij Kayano 26, dus zo lang geleden heb ik een antroponatieschoen liep ik toen. Maar dat werd me gewoon te zwaar. Ik ging steeds lichtvoetiger lopen en uiteindelijk ben ik het gewoon een keer gaan proberen. Nog voordat ik voor Hoka werkte of nog voordat ik voor Hoka als ambassadeur daarvoor nog werkte, had ik al een schoen aan mijn voeten. En in het begin dacht ik van, ga ik hiermee lopen? Ja, ik ga het doen. En waarom? Ik kijk toch vooruit, ik kijk niet naar beneden bij het lopen. Dus ja, dan merk ik ook niet, en wat de anderen ervan zeggen, dat vind ik dan niet zo belangrijk. Ik merkte uiteindelijk inderdaad dat ik gewoon minder vermoeid raakte in mijn voeten. Minder belasting had op mijn gewrichten. En uiteindelijk gewoon soepeler door een hardloopwedstrijd of een training kwam. Ben uiteindelijk daarbij gebleven. Nou goed, en de ontwikkeling is uiteindelijk van ambassadeur tot tech rep zijn de stappen uiteindelijk zo gegaan. Het is een hele interessante vraag die gekomen is. En die eigenlijk, ik weet ook niet in welke hoedanigheid en wie hem gesteld heeft. Heb je een voedingsdeskundige? Nou goed, nee, ik heb geen voedingsdeskundige. Maar ik werk wel met een heel uitgebalanceerd etensysteem. En ik ben uiteindelijk sinds vorig jaar ook vegetarisch en vegan gaan eten. Ik ben zeker niet anti-vlees, maar om die vraag gewoon even te beantwoorden. Ik gebruik inderdaad wel prepmiddelen. Dus inderdaad uiteindelijk aminozuren en dergelijke, BCAA's en magnesium en dat soort dingen inderdaad als extra's. Ik zorg ervoor dat al mijn voedingssupplementen in ieder geval vegan zijn. Grotendeels vegan, zonder toegevoegde suikers, kleurstoffen, etc. Dus... om die vraag te beantwoorden en gewoon gezond en uitgebalanceerd eten. En ja, bij mij gaat er ook gewoon een pizza in inderdaad voor de wedstrijdavond. Dus dat is gewoon een soort standaard en ik drink ook gewoon een half uur voor mijn race nog een dubbele espresso. Maar goed, dat zijn dingen die je op een gegeven moment voor jezelf gewoon moet uitvoeren. Wat de naam Hoka One One betekent, die vraag heb ik beantwoord inderdaad. Dan kwam een leuke vraag... on what kind of shoes is Jan Frodeno training on and which will he use during races? Jan Frodeno die hebben we sinds kort gecontracteerd. Dat gebeurt door het Global Office in Amerika. Dat zit in Californië, in Goleta, dat ligt naast Santa Barbara. Op zich ook niet echt de meest verkeerde locatie. En die zorgen inderdaad voor dit soort atleten dat ze bij de brand komen. Hij heeft een aantal maanden lang met schoenen getest. Verschillende modellen. En ik weet in ieder geval dat hij op de... hij loopt sowieso op de Rinken en op de Clifton. En ik heb hem vorige week nog ergens zien rennen op de Speedgoat, de trailschoen. Want ze mogen de deur weer uit in Girona. En hij zal zijn wedstrijden, zoals het er nu uitziet, als er al wedstrijden gaan komen, inderdaad op de Carbon X lopen. En op de waarschijnlijk nieuwe schoen die eind van het jaar uitkomt. En dat is de Rocket X. Waarvan al een kleine teaser is gekomen online. En... dat is de schoen die ook gepresenteerd werd bij de Marathon Trials in Amerika. In februari volgens mij. Net voor de coronacrisis.
En hij heeft natuurlijk inderdaad zijn indoor Ironman gedaan. En dat heeft hij op zijn nieuwe Carbon X gedaan. Een andere grappige vraag is inderdaad die wel gekomen. Ik moest er eigenlijk wel een beetje om lachen toen ik deze las. Hoe is het bedrijf Hoka geraakt door de coronacrisis? Ja, goed, het bedrijf Hoka, wij zijn een merk. Wij zijn onderdeel van een bedrijf. En dat bedrijf is Deckers Brands. En daar zitten dus meerdere merken vallen eronder. Als ik alleen specifiek naar Hoka kijk, hebben wij het, kijken naar de markt in Nederland, of de Benelux. En dan met name even gesplitst in Nederland, in België en Luxemburg. We hebben het in Nederland heel goed gehad. We mogen zeker niet klagen. Aangezien we nog lekker naar buiten mochten om te rennen. En dat heeft het merk Hoka zeker een goede boost gegeven de afgelopen weken. En dat zien we ook daadwerkelijk terug in de cijfers. Het is ook terug te zien in de cijfers die gisteren gepubliceerd zijn of eergisteren gepubliceerd zijn in de US. Bij Footwear News, bij LinkedIn heb ik daar heb ik die post even gedeeld. Dus het is duidelijk te zien dat Hoka echt in de lift zit. Ook al in een declined shoe, waar het naar beneden gaat, zijn wij de stijgers. Dat zal denk ik ook de komende tijd nog zo blijven. Dus op zich, ik heb wel een assistent, maar dat is een viervoeter. Die probeert nu mijn laptop af. Dus op zich merken wij dat het gewoon goed gaat met Hoka. En we zullen ten alle tijde innovatief blijven. Er komen hele mooie dingen aan in 2021. De features zoals die Hoka heeft, die zullen altijd blijven. Dus we zullen altijd een soort look hebben waarbij het lijkt alsof het heel dik is en heel zwaar. Dat zware, dat kan ik gelijk wegnemen, want dat is niet zo. Het grappige is, als ik een training geef, dan gooi ik wel eens een schoen. En ik heb zelf US 13 grote voeten inderdaad. Dan gooi ik mijn schoen naar een klant of naar een medewerker van de winkel. En dan vangen ze die schoen en dan zeggen ze uiteindelijk, oh, wat is die schoen zo licht? Ja, dat is inderdaad onder andere ook een van de kenmerken die ik net niet noemde, maar wel nu noem, van een Hoka schoen, dat die gewoon licht is. Even kijken. Nou, what kind of shoes are you? Dus ik running on. Ik loop eigenlijk op bijna elke schoen. Ik heb sinds kort een nieuw vriendje binnen de Hoka-familie. En dat is de Eleven. Dat is de nieuwe Eleven. Dat is deze schoen. En je ziet inderdaad ook mijn schoenencollectie. Inderdaad, dat zijn allemaal grote schoenen. Dus het is ook moeilijk om ze helemaal in beeld te krijgen. De enige schoen bij Hoka die uit twee zooldelen bestaat. Waarbij we een middenzool hebben. En een buiten- en de onderzool. En die worden tegen elkaar aangelijmd. Het is een dynamische trainingsschoen. Het kenmerken van deze, dit zit in de Fly collectie, zoals we dat noemen. Het verschil is met de andere, met bijvoorbeeld de Clifton, dat is deze, is dat dit uit één zoolmateriaal, één EVA foam gemaakt is. En deze zool bestaat, de middenzool bestaat uit twee soorten foam. Waarbij het voorste gedeelte harder is en meer responsive is. Dan het achterste gedeelte. Dus je kan, stel je loopt een marathon en je bent nog lekker fris de eerste halve marathon. Mooi midvoet voorvoet lander. Dan kun je mooi die energie kwijt in die schoen. Maar je wordt vermoeid en dan heb je uiteindelijk in het tweede gedeelte van je wedstrijd word je moe. En dan ga je een keer op die hak landen. En dan zul je inderdaad toch nog die support krijgen. Een mooie extraatje aan de nieuwe Eleven is dat je krijgt wat meer foam naar achteren. Waarbij je inderdaad meer de focus op haklander. Als je op de hak landt, krijg je een mooie afwikkelfase. Er zit een asymmetrische tong in deze schoen. Dat betekent dat die... En je hebt altijd, als je je voet knikt, heb je altijd die pace die daar inderdaad... Als je staat en je doet je voet omhoog, dan heb je altijd dat knikje. Nou, die knik, daar is wat op verzonnen. En door die asymmetrische tong hebben we uiteindelijk een opening gecreëerd in de tong. Een V-vorm. En die past precies in dat knikje dat gaat komen als je dus je voet omhoog tilt. Of als je je voet afwikkelt, zeg maar. Dan krijg je die...
Hij is dunner geworden dan een andere tong van een Hoka schoen. Dat betekent dat hij ook, en hij sluit ook meer goed en beter om de voet heen. Hij is ook wat smaller gesneden. Dus ik categoriseer deze, of wij categoriseren als een dynamische trainingsschoen. Maar het is een prima wedstrijdschoen inderdaad ook. En daar hoef je zeker niet bang voor te zijn. Hij oogt heel log, maar hij is dus heel licht. Maar dat komt inderdaad ook gewoon door de features die we gebruiken. Inderdaad, dan lijkt het een hele logge schoen. Ja, de looks zijn niet altijd. Daar is niet altijd iedereen happy mee. Maar goed, hè? Voor iedereen wat wils. Dus de nieuwe Eleven, inderdaad, verbazingwekkend is dit mijn lievelingsschoen geworden voor in ieder geval mijn duurtrainingen. En ik wilde dit jaar mijn eerste Ironman gaan doen in Frankfurt, wat helaas niet gaat werken. En dit zou mijn schoen worden. Ik ben super happy en eigenlijk mega happy met mijn Carbon X schoen. We gaan gelijk door naar de volgende schoen. Dit is een beetje het paradepaardje op dit moment natuurlijk. Want deze schoen is gewoon uitverkocht. Op het moment dat hij al binnenkomt bij een winkelier is hij eigenlijk al uitverkocht. Zo snel gaat het. De hype rondom deze schoen is nog steeds aanwezig. En het grappige is dat er in het nieuws eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen viel over die schoen. Want het ging natuurlijk altijd de afgelopen maanden over het andere merk van Nike met zijn Vaporfly. Nou, het mooie aan deze schoen is inderdaad is dat deze schoen is heel erg breed inzetbaar. Dit is niet specifiek een schoen alleen maar voor een wedstrijdloper. Dus je kan dit ook gewoon als een trainingsschoen gebruiken. En je hoeft hier geen 3,50 de kilometer mee te lopen. Je kan hier ook gewoon 5 minuten de kilometer mee lopen. Of 5,30, ik noem maar wat als getal. Het mooie aan de Carbon X die wij op de markt hebben gebracht. En dat is nu een jaar geleden. Gek genoeg gaat het al zo hard. Het is al een jaar geleden. De carbonplaat zit gesandwiched tussen... ik weet niet of je het kleurverschil kan zien. Inderdaad, tussen het grijs. Dus hij zit gesandwiched. Hij zit dus laag bij de grond. De carbonplaat loopt helemaal door tot onder de grote teen. Onder de grote teen en de tweede teen. En er zit een opening in de carbonplaat. En die zit een beetje aan de zijkant. Waarom hebben we die opening daar gedaan? Is omdat je in je vermoeidheid zak je een beetje uit naar links en naar rechts. En zou je een dichte carbonplaat hebben, dan gaat de hele schoen mee naar links of naar rechts. Op het moment dat die carbonplaat open is, wat die dus is... Ja, zorgt hij dus voor stabiliteit in je voorvoet, ook in je vermoeidheid. Daarom is die open. In de allereerste versie was de carbonplaat 1,5 mm. Dat is al niet veel. En hij loopt ook trouwens helemaal tot achterin. Dus je kan ook helemaal doorlopen. Je ziet het carbon ook zitten. Hij loopt tot helemaal achterin. Na feedback van atleten en terugkoppelingen, et cetera, is uiteindelijk de carbonplaat is dunner geworden. Is 1 mm. Zelfde respons inderdaad. Je merkt gewoon dat die iets dunner is. Maar je merkt ook dat dezelfde respons is. Dus in deze, de huidige Carbon X die op de markt is. Is de carbonplaat 1 mm. Dat zorgt er ook voor dat er minder slijtage is uiteindelijk op het EVA foam en drummen. Dus de bovenkant boven de carbonplaat heeft een wat zachter gevoel, een beetje van de Clifton als het ware. En onder de carbonplaat is een EVA foam met rubber gemixt. En dat zorgt ervoor dat die heel responsief is. Plus de carbonplaat, ideale schoen. Gek genoeg was dit niet mijn keuze geweest als ik de Ironman, mijn eerste Ironman zou gaan doen. Aangezien ik dan uiteindelijk gewoon waarschijnlijk te langzaam loop. En het carbon tegen mij gaat werken. Dus daarom wilde ik dan een schoen zonder carbon. En ik ben dus inderdaad verliefd geworden op de Eleven. De eerste editie was de enige schoen bijvoorbeeld die ik niet kon dragen. Dus deze kan ik dus wel dragen. Dat is dus wel het verschil. Even een verschil tussen inderdaad de Carbon X en de Carbon Rocket. 5 mm drop. 1 mm drop. Breder inzetbaar. Meer snelheid. Ze hebben beide single layer mesh, dus het is enkellaags mesh. Dus hij is heel ademend, heel open en heel dun. Nou, heel dun is hij niet, maar hij is dun genoeg, hij is flexibel. Breder inzetbaar dan de Carbon Rocket. Voor mij persoonlijk, als ik een losse halve marathon loop, loop ik op de Rocket. Loop ik de halve marathon in de Ironman, loop ik op de Carbon X. Als soort van kleine referentie. Er zijn natuurlijk hele goede lopers. Zullen de hele marathon in een Ironman ook gewoon op deze lopen? Of gewoon een hele marathon? Voor mij is dat net te veel. Hij geeft me dan te weinig support.
Alright. Even kijken. Dan hebben we... Ik had natuurlijk de Clifton. Dit is het allemans vriendje. Die kun je eigenlijk altijd gebruiken. Dus eigenlijk als je met een Hoka begint, of als je nog niet bekend bent met een Hoka, zul je altijd ergens met een Clifton uitkomen. Heb je nou, wil je nou dit comfort van de schoen hebben, maar je wil dat wat lichter hebben en wat meer snelheid, dan kom je bij de schoen die op de markt is gebracht, en dat is de Rinken. De Rinken heeft inderdaad ook de features, inderdaad de rocker, de brede basis, de lage drop. Alleen hij is uitgekleed. Dat betekent dat de double layer mesh, dus twee laags mesh van de Clifton, is één laags mesh bij de Rinken. Daarnaast is het foam. Er is meer foam weggelaten. Er is minder rubber onder aan de onderkant. Dat betekent dus dat zijn allemaal gewichtsbesparende maatregelen. Het foam is wat firmer, zeg maar, maar wel lichter. En daarnaast zijn er veel mensen die deze schoen ook bijvoorbeeld als baantraining gebruiken. Ik loop er mijn normale trainingkies op, wat snellere trainingen persoonlijk. Maar ik heb er nog geen wedstrijd op gelopen. Vind ik hem niet, voor mij persoonlijk niet goed genoeg. Maar er zijn heel veel atleten die ik ken die de Rinken omarmen. Het verschil inderdaad met de Clifton, als je een maat 44 bijvoorbeeld hebt, is bijna 40 gram inderdaad tussen de Rinken en de Clifton. Hij slijt dus sneller, maar alles heeft te maken ook met loopstijl. En een van de vragen die ook inderdaad kwam, om daar gelijk aan te refereren, is how can you be sure that you need a new pair of shoes? En de vraag die ook vaak gesteld werd, ja, de zolen van Hoka die slijten zo snel. In general is het zo dat het meerdere factoren heeft. Dat heeft niet alleen te maken met de schoen Hoka of het merk Hoka. Een schoen die patinant lichter is, heeft dus minder materiaal, dus slijt ook sneller. Je kan niet meer zeggen, wij geven ook geen getal aan onze schoenen. Ik zeg niet van, luister, met die Clifton kun je 800 kilometer lopen of 1000 kilometer lopen en daarna is die op. Ik heb een goede vriend van me, die heeft bijna 3000 kilometer, 3000, wel gehoord, 3000 kilometer op zijn Cliftons gelopen voor afgelopen keer. Dus die schoen is nu echt op. En hij merkt het ook gewoon dat het foam wat inzakt natuurlijk, want je hebt natuurlijk elke keer dat inzakken als je aan het lopen bent, dan zakt het gaat het foam in elkaar, is net een spons. En hij merkte op een gegeven moment, oké, nu komt het gewoon niet meer in de normale stand terug. Dus dan is die schoen op. Terwijl aan de onderkant van de zool was er nog bijna niks te zien. Hij liep heel clean. En dat is niet iemand die gewoon alleen maar over de weg loopt. Dus er zijn meerdere factoren die meespelen uiteindelijk om te kijken naar hoe lang gaat de schoen mee. Ik zet persoonlijk zelf mijn teller bij Strava op 700 kilometer. 600-700 kilometer ligt aan wat voor schoen. En dan zeg ik echt, dat is voor mij de max. Maar als het inderdaad meer is, ik heb een schoen waar ik ondertussen al meer dan 1000 kilometer mee gelopen heb. En daar is nog niks mis mee. Daar zie je een klein beetje slijtage inderdaad aan de rubberkant. Aan de onderkant, aan één kant. Maar voor de rest is die nog prima inzetbaar. Wat ik ook bijvoorbeeld niet aanraad is een schoen die op is. Maar dan wel gaat gebruiken op de baan. Dus doe dat gewoon niet. Dat zorgt alleen maar voor blessures. En dat is echt een oud fabeltje. Even kijken. Even koffie. Een mooie vraag inderdaad. What will be the next big innovation in running shoes in general? Ik denk, als we kijken naar de huidige markt, dan is carbon bijna niet meer weg te denken in een schoen. Wat iedereen er ook over schrijft, en ze willen het tegengaan, oneerlijk, et cetera, carbon is gewoon een nieuwe innovatie en dat gaat gewoon blijven. Alleen, het is goed dat ze richtlijnen hebben gezet om dat uiteindelijk, om dat gewoon in goede banen te leiden. Je ziet dat Hoka en Nike daar toch wel de voortouw in hebben genomen.
Men zegt elke keer dat Nike de eerste was, maar dat waren ze zeer zeker niet. Wij hadden al een veel eerdere schoen inderdaad sowieso op de markt, als je die twee merken vergelijkt. Wij hadden de oude Tracer, waar we een carbonplaat in hadden. Maar nog voor die tijd praten we volgens mij over 14, 15 jaar geleden, had Adidas ook al een carbonplaat in zijn schoen. Dus wat dat betreft is het niet nieuw, alleen het is... past het in de tijd. En voor ons was het toen de tijd, in 2012, 2013, was het geen goede tijd. Wij waren nog jong als bedrijf zijnde, wat we nog steeds zijn, maar toen wel erg jong. Dus dat was nog geen toekomst voor ons. Wij zagen nog meer toekomst in andere modellen of in het ontwikkelen en het doorontwikkelen van onze eigen, van de normale schoenen. Maar nu is dat, ik denk dat de technologie zover is dat, dat carbon niet meer weg te denken is in de schoenen. En uiteindelijk zal dat hier en daar echt de toekomst zijn. Je ziet het nu ook aan de andere merken die gewoon nu ook de carbon schoenen op de markt brengen. Saucony, Brooks, New Balance. Dus het is allemaal in een sneltreinvaart gegaan, juist ook vanwege het Tokio 2020 verhaal, wat uiteindelijk niet doorgaat. Maar goed, iedereen bracht zijn schoenen ook, moest ook zijn schoenen eerder laten zien en kenbaar maken. En voor ons is het in ieder geval belangrijk als Hoka. Bij ons, bij Hoka, het innovatieteam werkt keihard. En het voordeel is dat wij meerdere merken onder één dak hebben. En dus de innovatie niet alleen van de running afdeling pakken. Maar we hebben natuurlijk ook UGG en Teva en andere. En Sanuk hebben we onder andere ook. Dus je hebt, de innovatieteam is zo groot. En daar zit zoveel know-how. Dat er ook dingen gewoon geëxperimenteerd worden. En dat zie je dus nu ook met een schoen zoals, als jullie het misschien gezien hebben, de 10-9. Een schoen die extreem, met een extreem achterkant. En dat is geen schoen die voor iedereen geschikt is. Maar uiteindelijk meer een niche-markt is. En gewoon, we zijn aan het kijken gewoon van in welke richting gaat het. Dit kunnen we ons permitteren om dit te doen. Inderdaad, om te kijken. Wij denken gewoon graag out of the box. En in het spectrum van schoenen zitten wij gewoon... Wij zijn zeker geen mainstream en dat zal altijd zo blijven. Daarnaast hebben we ook eigenlijk een soort van partner die ook anders dan de rest is. En dat is On Running. Dus het is een soort van... we zitten in de andere kant van het spectrum. Maar je ziet gewoon dat wij nog ineens zulke gekke dingen doen. Als je kijkt dat andere merken ook in één keer wat dikkere zolen gaan krijgen. Wat meer ronding in de schoenen. Ja, laat ze maar doen. Schoenmaker blijft bij je leest, zou ik zeggen. Dan heb ik nog vragen. Krijgen er vragen binnendoor? De coronacrisis hadden we inderdaad gehad. Dan hebben we ook gehad. Als er geen... ik weet niet of er nog tussendoor vragen zijn. Zijn er nog vragen? Kan ik dat zien? Even kijken. Uit welk land komt Hoka oorspronkelijk? Uit Frankrijk, Matthias, dankjewel. Uit Frankrijk. Ik weet niet of ik dat al genoemd heb, maar volgens mij wel uit Annecy. Daar is het ontstaan. En Hoka One One, dat komt uit het Maori. En dat is eigenlijk ontstaan toen die jongens... toen die mannen aan het adventure racen waren in Nieuw-Zeeland. En uiteindelijk... het ei werd gebroed en uiteindelijk is daar de naam vandaan gekomen. Maar oorspronkelijk nog in Frankrijk. In Annecy zit nog steeds een kleine afdeling. En het is, als je daar naar binnen komt, dan is het eigenlijk een soort van workshop. Dat lijkt een kleine werkplaats. Ik denk dat een van die ruimtes misschien zo groot is als mijn woonkamer. En dan zie je links en rechts alleen maar werkbanken. En daar wordt van alles getest. Ze hadden de laatste keer dat ik was, hadden ze een Nike Jordan, een Air Jordan schoen. Hadden ze de zool van afgesneden, hadden ze een Hoka zool onder gemaakt. En dan testen ze echt handmatig nog de torsiestijfheid en de draaien en met zo'n apparaat. Dus het is heel grappig om te zien, ze proberen van alles. Ze kijken gewoon wat zijn de mogelijkheden.
het beroemde filmpje van Hoka van het ontstaan en dergelijke, van het filmpje dat ze van de berg af rennen en uiteindelijk al die mensen meenemen, het steeds door gaan ontwikkelen. Nou, dan zitten ze in het bos met een klein dremeltje en dan snijden ze een beetje zool weg en dat moet een beetje hier en een beetje daar. Nou, dat soort dingetjes gebeuren nog steeds in kleinere mate in Frankrijk en daarvoor is Christophe vaak het aanspreekpunt en die doet daar goede zaken mee. Dus er komt altijd wel wat leuks uit de toverhoed, uit de Hoka-hoed. Nog meer vragen? Ik weet het niet. Ik zie niks. Ik zie wel mensen meekijken inderdaad. Dus als er nog meer vragen zijn, dan stel ze. Wij zijn in ieder geval... we zitten goed in de tijd. We zitten goed in de tijd. Nu het seizoen lekker voor de meeste stil ligt, is het een mooie tijd om te gaan kijken of dit wat voor je is. Het is zeker geen schoen die voor iedereen geschikt is. Maar je hebt genoeg keuze inderdaad om uiteindelijk tot een goede beslissing te komen. En wat we zeker niet nalaten is, ik heb nu eigenlijk alleen de wegschoenen laten zien, maar omdat ik toevallig de trailschoenen, die liggen allemaal buiten. Maar de trailschoenen zijn... zeker zo belangrijk inderdaad, en dat is de booming markt op dit moment ook, dat merken we ook heel duidelijk. Daar liggen de roots. De Mafate is dus inderdaad het allereerste model. En veel dingen zijn ook inderdaad gelieerd, de namen zijn ook gelieerd aan bijvoorbeeld stranden. Ik bedoel, Clifton is een strand in Zuid-Afrika, dat werd zo genoemd. Bondi, de schoen Bondi is Bondi Beach. Met Carbon X kan ik helaas niks, maar dat terzijde. Maar er zijn inderdaad, Mafate is bijvoorbeeld een bergketen, een kloof, zeg maar, op het eiland La Réunion in de Indische Oceaan. En waar die jongens toentertijd adventure racing deden. Dus de namen zijn allemaal een beetje gelieerd aan Gaviota is voor mij een bergpiek in Californië. Dus het zijn inderdaad, en hier en daar hebben de namen ook wel weer, zijn ook wel weer gelinkt aan, zoals ik zeg, bergpuntenketen of stranden bijvoorbeeld. Dat is een van de andere kleine dingetjes van Hoka. Als er dan geen vragen meer zijn. Vragen kunnen altijd nog, sowieso. Je kan ze ook gooien ze bij Athletes World op de chat. Of je mag mij benaderen via Instagram of Facebook. Dat is geen probleem. Dan beantwoord ik met alle liefde de vraag. Is de Carbon X de snelste schoen met een carbon plaat? Of is de Nike sneller? Dat is een hele. Het zijn twee totaal verschillende schoenen, Mike. Je kan de ene schoen ook niet met elkaar vergelijken. Wat helaas wel veel gebeurd is. Men zegt dat de Nike sneller is. Zie je ook aan de tijden die gelopen zijn. Het is niet een schoen die voor iedereen geschikt is. En het is ook niet hetgene wat wij nastreven of de Carbon X sneller is dan de Nike Vaporfly. Wij willen een schoen op de markt brengen waarmee die veel breder inzetbaar is. En daarom hebben wij met de Carbon X ook bijvoorbeeld een 100 kilometer wereldrecord proberen aan te vallen. Want daar is die schoen onder andere ook geschikt voor. Dus als je dan kijkt over naar een wedstrijdschoen die, als je al richting een schoen gaat kijken die in de buurt van zou kunnen komen
of vergelijkbaar zou moeten zijn of kunnen zijn met de Vaporfly, dan kom je eerder uit bij de Carbon Rocket, omdat die gewoon een minder drop heeft en gewoon veel directer is nog dan de Carbon X. En nu, wat er nu gaat komen inderdaad aan het einde van het jaar, is de Rocket X, dat is de opvolger. Dus vandaar dat je die vraag niet echt direct kan beantwoorden. En het heeft ook met je eigen loopstijl te maken. Ik ken een aantal jongens die lopen 1.04, 1.03 op de halve marathon. Die kunnen prima uit de voeten met die Vaporfly. Maar die kunnen waarschijnlijk ook goed uit de voeten met een Carbon Rocket. Dat is ook smaakafhankelijk, looptechnisch afhankelijk. Dus de enige manier is inderdaad dan als je het wil testen, dan krijg je van mij maak je met mij een afspraak. Of met Athlete Sports wil doen we dat een keer en dan kun je die schoen testen en dan by all means. Dus bij deze staat de uitnodiging, Mike. Alright. Hij geeft een duimpje, dus dan is het toch dat zal dan wel goed zijn. als er geen andere vragen zijn, dan ga ik deze chat en korte introductie beëindigen. Dus misschien dat we dit nog een keer goed plan testen, inderdaad. Dat ligt bij Athlete Sports World, alleen de huidige coronatijd is testen een beetje moeilijk in een groepsverband en dergelijke. Maar er zijn altijd dingen mogelijk en soms doe ik het zelfs 1-op-1. En we houden uiteraard gewoon de richtlijnen van het RIVM, die nemen we natuurlijk in acht. Ja. Over 2 weken zien we je weer toch. Zoals het er nu uitziet wel inderdaad. Als alle vragen niet beantwoord zijn, dan gaan we over 2 weken misschien nog wat verder in op de schoenen. Joep Staps, welke kleur verf zit er op de muur? Ik ben op zoek naar een mooie. Joep, dit is al ondertussen 11 jaar zit het op de muur. Het is een soort van turquoise blauw. Want ik heb in elke kamer in mijn huis heb ik een andere muur blauw. Ik zal het gordijn openen, misschien dat er dan nog beter licht op valt. Dus dan zie je het. Het lijkt een beetje op het Hoka blauw. Nou ja, ongeveer. Dus. maar bedankt voor de vraag, Joep. Je loopt voor. Nou ja, goed. Ik werk zeker niet met voorkennis. Alright. Athlete Sports World, dankjewel dat jullie Instagram account 45 minuten mocht gebruiken. Zoals gezegd, zijn er nog vragen, dan drop ze. En dan zeg ik voor nu fijne avond. Blijf gezond, train lekker verder, dat wat kan. En hopelijk zien we elkaar ergens een keer langs de zijlijn of aan de start van de wedstrijd. Ciao, time to fly, hè?